Mogen we niet mee ofzo? Nee. Nee.
Nee. De doeken.
U heeft geen vergunning voor een demonstratie en die gaat er ook niet komen. Dus ik ga u dringend verzoeken om weg te gaan en wel in die richting. En als er nou met hem meelopen? Ik heb u net uitgelegd wat of de bedoeling is. U gaat die kant uit met z'n allen. Ik ga het heel duidelijk nu van u vorderen dat u met z'n allen die kant uit gaat. En als u dat niet doet, ja, dan loopt u het risico dat u op enig moment wordt aangehouden. Maar als toeschouwers? Oké. Maar een burgerrecht om u heeft een burgerrecht, maar u maakt duidelijk met z'n allen, volgens u één groep, en u heeft kennelijk andere intenties dan wij leuk vinden. Ik vind het sowieso wel leuk om onherkenbaar te zijn. Dat is mijn groot ja, ja, een heel grote cynic. Ja, mooi hè? Maar als de camera nu weg staat, ja, precies. Verwacht u het wel dat het gaat gebeuren op een dag? Ja, je weet het nooit wat er gebeurt. Dat is ja. Oké. Maar het zal geen Frankrijk zijn. Ja, maar wat kan Sadeghi nog meer doen om te behoren tot een nationalist? Ik kan niet voorbellen op deze man. Nationalisten zijn nee. Of dat deze man zelfs in Nederland. Daar ken ik hem natuurlijk niet van. Nee, ik heb geen paspoort verleiden. Ja goed, maar ik weet zoveel mensen hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Dat is niet genoeg. Nou ja, kijk, het gedeelte van de mensen hier in Nederland zijn natuurlijk papieren Nederlanders. Is dit een papieren Nederlander? Dat kan ik niet beoordelen. Oké. Okay. Oh, nou, dat is de vraag. Ik ken deze man niet. Nou is de vraag, waarom ik het voor doe? Nou ja, kijk, we hebben als Nationale Alliantie hebben we natuurlijk al een paar concrete punten. En dat zijn onder andere is dat een uitgebreid examen. Nou, er bestaan natuurlijk wel examens. Waar moet ik jou voor doen? En daarna een soort proefnederlanderschap. En dat proefnederlanderschap zal 5 tot 10 jaar zijn. En een van de dingen die wij bijvoorbeeld willen zien van niet-Nederlands, is dat zij bijvoorbeeld een hele lange periode achter elkaar werken in Nederland. Heb ik. Ik werk al 15 jaar. Ik woon al 20 jaar in Nederland. Ja. Dus kan ik bij jullie club behoren? Kunt u mij introduceren in uw vrienden? Nou ja, ik kan u introduceren hoor. Ik heb kaal hoofd. Ik denk dat bepaalde mensen daar, die zullen dat accepteren en bepaalde mensen toch niet. Wij hebben natuurlijk ook vleugels. We zijn een alliantie, dus we hebben radicale mensen, evenmatige mensen. Waarom zou ik niet geaccepteerd worden door die mensen? Ja, dat zou ik moeten vragen. Nou, laten we er even naartoe gaan. Ik kan u alleen maar antwoord geven namens de partij. Nou, zullen we proberen om hem geaccepteerd te krijgen hier in deze groep? Ja, kunnen we ons volgens mij eens in onze kit deze even mee? Ik heb hier niet meer voor. Nee, dat zal het doen. Nou, dan gaan we deze proberen, toch? Even de laatste vraag voor je vergaan. Net zal je wat de partij. Want die zullen er toch altijd wel zijn. Dus kan ik bij de partij. Eerlijk, hè? Als Nationale Alliantie mogen wij niet meer blijven. Kan bij u horen. Eventueel zou u lid kunnen worden. Ja,
je gaat niet van harte. Nou ja, goed. Nee, hè? De partij is op zich wel een normale partij die volgens het wetsprincipe handelt. Ja. Er zullen misschien wellicht mensen binnen de partij die misschien niet zo accepteren. Maar waarom? Het zijn rare mensen. Maar de partij zal nog heel even afgeven. Meer tijd. Ik zie die ontwikkeling met die groep. Larva's. Ja, dat zijn... Hebben wij liever dat we gewoon statisch hier een demonstratie doet? Dat moet ik even overleggen. Maar het houdt wel in dat wij nog niet een demonstratie zullen aankomen. Het zijn het thema, want we zijn overduidelijk niet tevreden mee. Nee, oké. Dat geeft u ook op dit moment nog in overweging. Dit soort tuig van een andere partij. Kijk, dit zijn een andere soort nationalisten als ons. Dit zijn nationalisten die alleen maar vervuld zijn met haat. Zelfs haat tegenover andere nationalisten in dit land. Zo ik hoor u daar zo over terug. Ja. Uw overleg. Er is een andere groep, extremer zichzelf nationalisten noemen. Wij noemen ze Hollywood-nazi's. Ja. Dat is een betere naam voor de lui. Die ons wil verhinderen om te demonstreren. Dit is de allereerste keer dat er een groep Hollywood-nazi's dit probeert. Oh, oké. Okay. En hoe kan ik het verschil zien tussen Hollywood-nazi en jullie? Nou, wanneer is iemand een Hollywood-nazi? Wij zijn geen nazi's natuurlijk, maar een Hollywood-nazi is iemand die zich overduidelijk gewoon kleedt als een nazi. Die zijn hier ook gekomen? Dat is de groep die daar net stond met allerlei dingen voor zijn gezicht. En die Hollywood-nazi's die willen met jullie demonstreren? Nee, tegen hun? Die zijn tegen ons aan het demonstreren. Oh. Hun hebben daar andere gedachten. Oh, oké. Okay. Nou, misschien moeten we dan ook even met die Hollywood-nazi's gaan praten. En ze noemen zich ook zo of worden ze boos als ik ze zo noem? Dat is, zo noemen nou, ze zullen waarschijnlijk boos worden. Maar goed, dat is gewoon de juiste benaming van dit soort mensen. Oh, oké. Okay. Dat zijn een soort mensen die gewoon... Relschoppers of zo. Ja, en ze krijgen ze lopen constant. Het zijn mensen die constant drinken en een erectie en een rechte arm hebben. Ja, ja. Dus erectie en een rechte arm. Oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Wij zijn gewoon een verzameling. Ook wij hebben nationaal socialisten, dus aanhangers van nationaal socialisten onder ons. Oh. Alleen die mensen die houden zich wel aan de partijlijn. Ja. Maar dus jullie hebben ook nationaal socialisten? Wij hebben nationaal socialisten, we hebben nationalisten, we hebben fortuinisten. Nee, waarom? Het is een mening. Kijkt u naar GroenLinks, kijkt u naar de SP, daar zitten ook extreem linkse tussen. Dus, en dat kan wel. Ja. Ik bedoel, want er zijn, ik weet toch bij de SP genoeg mensen, bijvoorbeeld de daden van Stalin en Lenin verheerlijken. Ja, dat is een slecht. Ja, dat zijn slechte zaken. Dus dat hoeven jullie toch niet te doen. Nou ja, kijk, wat wij natuurlijk doen als partij zijn, wij proberen natuurlijk ook jongeren die lid worden van de partij toch ook een beetje in goede banen te leiden. Dus eigenlijk nationaal besef bij te brengen, echt nationalistisch besef. Niet op basis van haat, maar op basis van liefde. Van eigen volk en eigen cultuur. Ja. Ik ga nu even met mijn collega Gideon. Wij zijn hier om het thema te ondersteunen. Oké, okay. Thema voor vandaag is? Dat is stop de demonisering tegen nationalisten, of stop de hetze tegen nationalisten. En nou vraag ik me af, kan ik ook een nationalist worden, een Hollandse nationalist? Ja, nee, als u een Nederlander bent. Ik ben een Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort. Oké. Paspoort? Ja, nee, dat is zeker Nederlands. Het is mijn enige paspoort voor de volledigheid. Ik heb geen twee paspoorten. Oké. Okay. Okay. Voor de volledigheid. Mag ik even jullie aandacht allemaal? We zijn met de politie overeengekomen dat we hier blijven staan. Er zijn heel veel groepen hier omheen hangen die erop uit zijn om het rotzooi te trappen. Die bevestigt eigenlijk alleen maar ons thema van vandaag. En het is beschamend te moeten constateren dat er een andere groep. Bestaande uit andere zichzelf nationalisten noemende personen. Wij noemen ze Hollywood-nazi's. Dat deze groepering er kennelijk op uit is om ons demonstreren onmogelijk te maken.
Dit is ook de allereerste keer in Nederland dat een tussen aanleidingstekens gelijksoortige groep dit probeert. En ja, ik denk ook dat dit in nationalistisch Nederland een absoluut dieptepunt is. Goed, ik zal de procedure uit gaan leggen. Ja, we moeten het inderdaad even een beetje omgooien. We hebben in totaliteit vijf leuzen die we vandaag zullen roepen. Andere leuzen zijn niet toegestaan. En deze leuzen zijn als volgt. Leus 1 is een bekende. Iedereen kent geen geld voor links geweld. Dit woord staat ook erop. Geen geld voor links en media geweld. Geen geld voor links en media geweld. Tweede leus. Stop de hetsen van links en tv. Vrijheid van mening, goed idee. Stop de hetsen van links en tv. Vrijheid van mening, goed idee. De derde leus. Nationalisten zijn ook mensen. Vrijheid van mening is wat wij wensen. Nationalisten zijn ook mensen. Vrijheid van mening is wat wij wensen. Leus 4. Media en politiek, weg met die linkse klik. Media en politiek, weg met die linkse klik. En leus 5. Linkse inquisitie, nee. Vrije meningsuiting, ja. Dus linkse inquisitie, nee. Vrije meningsuiting, ja. Een zogenaamde C-vorm opgesteld te staan. Dus allemaal dezelfde C-vorm. Geen geld voor links en media geweld. Stop de hetsen van links en tv. Vrijheid van mening. Je moet het als een rij. Geen geld voor links en media geweld. Dat is een rij. Ja, ja. Nationalisten zijn ook links. Heeft iedereen een briefje met de leuzen? Heeft iedereen een briefje met die leuzen? Ja. Ik zou hem omdraaien. Ik zal er zo te gaan even de stad. Ja, dat is wel.
Van de pers herkennen. Bijvoorbeeld de wapens, het Guilty by Association ding. Ja, René die spreekt nu een keer bij de Nationale Alliantie. Dus René die hoort bij de Nationale Alliantie. Mensen,
als we het zo gaan doen, waarom wordt dan Femke Halsema niet gevraagd wie zij gezogen heeft in haar koopperiode? We zouden ons moeten schamen, wordt dan gezegd, omdat we nationalisten zijn. Omdat we kiezen voor ons volk, kiezen voor het Europese volk. Daar zouden we ons voor moeten schamen. Mensen, het enige wapen tegen schaamte, tegen demonisering is trots. We moeten trots zijn op wie we zijn. Trots dat we Europeaan zijn en trots dat wij inmiddels wel opkomen voor Europa. We zullen veel mensen hebben die ons gaan volgen op termijn. Binnenkort is er een film, een object Amerikaanse film, ik ga hem kijken, maar het gaat namelijk over een historisch feit. Een historisch feit dat 300 Spartanen een overmacht van 1000 keer zoveel indringers uit het oosten terug wisten te dringen. Waarom wisten die Spartanen? Waarom konden ze dat mensen dagenlang stand houden? En pas verliezen door verraders, de verraders van de pers, de verraders van de overheid, die het nu ook zijn. Maar waarom konden die 300 moedige mannen stand houden tegen een overmacht uit het oosten? Omdat het Europeanen zijn. Daarom ben trots op je Europese schap en ben het trots op bij jullie, de mensen die er nu al zijn, de eerste de voorlopers zijn van de mensen die Europa weer op orde gaan krijgen. Ik heb er even op gewacht. Dat zijn inderdaad de verraders die koning Leonidas verraden hebben. De verraders die nu in de overheid en in de pers zitten. De mensen die Europa de grabbel gooien. Mensen, wij worden gedemoniseerd, wij zouden extreem zijn. Ik vraag u, noem mij eens meer voorbeelden. Ik kan ze op de vinger van één hand tellen. En dan heb ik nog vingers over. De voorbeelden van rechtsgeweld. Zullen we het over linksgeweld hebben? Vorige week weer ETA-terroristen feestjes in gesubsidieerde ex-kruidpanden in Amsterdam. De rellen in Kopenhagen waren dat rechtse mensen, nee dat waren krakers. En ik geef de overheid één tip. We hebben net een stel randgroep jongeren met te veel energie gezien. Schoon die mensen om en zorg